Woensdag vond in de gemeente Leudal de Limburgse Bestuurdersdag plaats. En daar waren ambtenaren, wethaaiers en burgemeesters te gast uit de ganse provincie. De inwoners van Romein hebben deze dirigent waarschijnlijk al herkend. Jawel, het is de burgemeester. Zij volgde een workshop dirigeren tijdens de Limburgse Bestuurdersdag. De woonzicht plaatsvond in Leudal. De Limburgse Bestuurdersdag vindt je van jaarlijks plaats. Maar het feit waarom dat er dit jaar in Leudal plaatsvindt, is vanwege het feit dat wij 10 jaar bestaan. Leudal bestaat 10 jaar. En we doen het op een allerhande manier vorm geven en vieren. En dit was een unieke gelegenheid, zeg maar, om ook de bestuurders van geheel Limburg naar Leudal toe te halen. Adams heeft ons erg zeer gastvrij ontvangen in dit hoes. Alle medewerking, maar het is ook wel heel bijzonder om midden tussen de instrumenten, tussen de marktleider in pauken en in koperblaasinstrumenten, om daar zeg maar 375 bestuurders uit Limburg te ontvangen. En door in de catering te hebben, door in de lezingen te hebben, heel bijzonder. Dan vind je lokaal ook een rondleiding plaats. Ja, omdat de bestuurders toch al veel vergaderen, omdat er al veel spreken. Hibi Adams gewoon ze ook daadwerkelijk aan de slag. Gaat anders dan spreken. Denk ik. Ja, Hibi Adams gewoon ze, zoals ze op televisie ook te zien is, het programma Maestro. Gewoon ze echt dirigeren. Een brassband is hier en Music, een organisatie die ons dan begeleidt, die gewoon de bestuurders leren dirigeren. Bijzonder, omdat het allemaal leiders zijn en leiderschap en dirigeren natuurlijk heel erg veel met elkaar te maken heeft. Burgemeester, op de klanken van het Limburgse volkslied. Ja, waar het nachtegaaltje zingt. Ja, dat is voor u een bekend nummer. Zeker, zeker, zeker. Een van de eerste nummers die ik maar één heb gestudeerd toen ik burgemeester werd, om te zingen. Ja. Vandaag heel je een andere taak, hè? Als dirigent. Ja. Is dat voor het eerst? Voor de eerste keer. Ja. Maar geweldig. Ik vind het echt geweldig. Ik kan er niks anders van maken. Wat maakt het zo leuk dan? Nou, ik ben wel muziekliefhebber, hè? Dat is geen geheim, denk ik. En muziek bezig zijn is altijd, vind ik, voor mij heel ontspannend. Of ik nou zelf piano speel, waar ik niks mee pretendeer, maar dat is ook ontspanning. Zingen doe ik heel graag, is ook ontspanning. En muziek maken, dit is ook muziek maken, is gewoon geweldig. Dus ik vind genieten. Het is echt een beetje feest midden in de week. Ja. En hoe ging het? Is dat moeilijk dirigeren? Nou, je moet wel wennen. Ik vind het niet iets waar je denkt, nou, dat heb ik helemaal zo in mijn vingers. Los van de mate, dat gaat nog wel. Maar je moet, ja, daar zitten verschillende partijen in verstopt. En dit is nog maar het beginnetje. Dit ging nog wel. Maar als je zo'n orkest zou hebben met al die instrumenten, je moet ze allemaal aansturen. Dus het is niet makkelijk. Maar ongelooflijk leuk. En heel verhelderend, ja. Dit is Adams Rumveld waar we vandaag zijn. Dat is een van de bedrijven in Leudal, de organiserende gemeente. Dan neem ik aan dat u hier ook voor het eerst bent dan. Ja, maar ik wist wel dat het hier zat. Het was me alles opgevallen dat het een ongelooflijk groot bedrijf was. En we zijn straks ook door het magazijn heen gelopen. Ja, geweldig. Zo'n enorm leverancier van muziekinstrumenten. En echt prachtig. Echt geweldig. Ja, ik vind het genieten. Ja. Dat is ook iets heel moois om te exporteren, hè? Muziekinstrumenten. Ja, ook heel mooi om te exporteren en ook om ze te gebruiken. Dus het is een instrument waar je op heel veel verschillende manieren blij van wordt. Hier ook in de economische zin, maar ook in de zin van cultuur en kunst, waar het vandaag in Leudal echt om draait. Dus ja, mooi. Iedereen is verbaasd, denk ik, wie groot dat dit bedrijf is. Hè? Ja, dit is een gigantische bedrijf. Ik kan ze echt verdwalen, om het zo maar te zeggen. Ik moet er eerlijk bij zeggen, het is altijd wel dat ik denk, oh, het is een hele dag. Hè? We hebben het allemaal druk, druk, druk. Dus je moet inbreken in je agenda. Zo voelt het altijd. Maar nu ik hier vanmiddag ben, denk ik, ja, dit is toch wel heel erg leuk. En juist ook het informele contact, zei je, met bestuurders uit de hele provincie, hè, van noord tot zuid. Ja, dat is gewoon leuk. En goed ook, want je ziet elkaar heel informeel, heel anders. Je bent echt even uit de comfortzone. Dus, het stokje gaat hij weer inleveren straks? Misschien mag ik het wel houden. Want ik vind het wel heel leuk. Maar ja, wat moet ik er thuis mee doen? Hè? De hond luistert er niet naar, denk ik.